3 eredivisiewedstrijden en de deadline van de transfermarkt in deze week. Er gebeurt dus genoeg op de club, maar er moet ook nog getraind worden. Goed man, dankjewel. Emonteer thuis. Ja. Helemaal niemand. Jongens, Eddie is jarig vandaag, hè? Ja, jongens, lekker. Gaan. Eddie is jarig vandaag. Kom maar, Eddie, pak even die shine, kom. Morning. 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 Hey, morning. Morning, morning. Good. High power skip, soft on the floor, high power skip, soft on the floor, jog it back, a little bit quicker tempo. Here we go, long and far, push, 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 and go again. Here we go. Get around, and go, when it's clear. When the ball touches the ground, the team decides to test the color, you get a new ball from me. So the ball is out, you get a new ball from me. Go to the first of 3 wins. Then we go on to some extra points. Hey, 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 hey! Oh shit! Yeah, come on, come on! Come on, come on! Hey! Come on, come on! Hey! Pass the ball! Yeah! Yeah, come on, come on! Focus ligt dus nu op PSV tegen FC Volendam. Volendam is na 13 jaar terug van weg geweest in de Eredivisie. We hebben voor jullie uiteraard wat leuke beelden bij elkaar gezocht. Voor het eerst sinds februari 2009 staat hij weer op de kalender. De competitiewedstrijd tussen PSV en FC Volendam. Uiteraard speciaal voor Joey Veerman. De geboren Volendammer speelde tot 2019 voor het andere oranje en was met de FC op bezoek op de Hertgang om te spelen tegen Jong PSV in de Jupiler League. Veerman. Kwakman. Aanval loopt door, voordeel van der Heijden uit stand. Maar Jong PSV won en Veerman was duidelijk. Vandaag was het vanaf minuut 15 was het niet om aan te zien. Wat is het verschil? Ja, zij...
Zij waren vandaag op alle fronten beter. Ook het seizoen daarna weet Volendam met Joey Veerman niet te winnen. En de poging, die is helemaal niet slecht van Joey Veerman. Maar in de handen van doelman Koopmans. En als we naar de statistieken kijken, zien we dat Volendam het over het algemeen lastig heeft in Eindhoven. Van de 25 onderlinge ontmoetingen won PSV er 20 en eindigde het 5 keer onbeslist. Het meest opmerkelijke duel was dat uit het seizoen 1997-1998, toen PSV de dubbele cijfers haalde. Muller, nou, heel simpeltjes hè. Ja, en ineens is daar Zenden. Komt nu, mooie bal. Niels, ja! Muller gaat mee. Ja, Muller. Buurman. Doelpunt van Brugging. Heel handig voetballetje. Claudio. En 3. Hier Claudio. Ja. Het doelpunt van Faber. En dan gaat nummer 9. Ja. Nummer 10. Philip Cocu. Dat was ontmoeting 23. Daarna zou PSV Volendam nog 2 keer ontvangen in het Philipsstadion. In 2003 won PSV met 7-0 dankzij 4 goals van Mattea Kesman. Beugeloens krijgt hem voor en Kesman. Ja, zo wordt het Kesman wel erg makkelijk gemaakt. 4 goals. 5 jaar later was Stijn Wuitens verantwoordelijk voor de enige treffer tijdens de laatste editie van PSV Volendam. Bakal over Vroeg heen. Nou, daar is hij dan. Het duurt even. Wuitens. 18 minuten voor tijd. En bij de tweede paal Stijn Wuitens. Het duel met Volendam wordt ook een weerzien met een oude bekende. De huidige coach weet wat het is om te scoren in het Philipsstadion. 33e minuut, Jonk 3-1. Via Ajax en Internationale zou Jonk uiteindelijk in de zomer van 1995 in Eindhoven neerstrijken. Oh! Jonk scoort uiteindelijk, maar wat gebeurde er voor een moois daaraan vooraf? De oudste beelden uit ons archief komen uit 1983, als PSV met 3-1 wint. Goeie bal op Koolhof en die neemt er uitstekend mee. Dat is mooi gedaan van Jurri Koolhof. Schitterende goal. Heel mooi in de 15e minuut. Hele mooie paas van Michel Valken. Koolhof die die bal prachtig opvangt en doorgaat. En dan met de buitenkant van de schoen intikt. 3-0, de wedstrijd is gespeeld. Volendam scoorde 20 keer in Eindhoven. Van de 8 uit ons archief is die van Hans Bont de mooiste. En komt Bont. Komt Bont met een slalom en met een doelpunt. Dat PSV er helemaal niet meer in geloofde en eigenlijk niet meer op gang te krijgen was. En dat Volendam daar wel eens van kon profiteren. Zoals Hans Bont dat hier doet. En tenslotte Ruud van Nistelrooy, hij speelde als PSV'er nooit tegen Volendam, maar was met Heerenveen wel trefzeker tegen het andere Oranje. Domski en raak. Het is een doelpunt toch van Van Nistelrooy, waardoor het in de slotfase uiteindelijk 3-1 is geworden voor Heerenveen. Ruud van Nistelrooy speelde vorig seizoen nog met de Jong PSV tegen die andere Oranje. Voor hem is de tegenstander dus niet nieuw. Ik sprak vanochtend met hem over die wedstrijd van morgen in deze hectische week. Een week waarin 3 competitiewedstrijden gespeeld worden en de deadline van transfermarkt is eindelijk in zicht. Jij weet nog steeds niet waar je aan toe bent. Hoe gaat het nu met jou deze dag? Hoe ga je daarmee om? Ja, prima. Eigenlijk zoals de afgelopen 8 weken sinds we begonnen zijn, 9 weken. Dat je gewoon ja, tot op het laatste moment kunnen er nog dingen gebeuren. Nou, er kunnen ook spelers komen. Ja, er kunnen ook nog spelers weggaan. Dus ja, dat is toch afwachten. Ja, jij bent altijd zo sterk in het focussen. Maar ik kan me ook voorstellen dat het voor de jongens die je onder je hebt ja, best wel onrustig kan zijn. Hoe zorg jij ervoor dat die koppen bij elkaar blijven? Ja, het gaat vooral om een aantal jongens natuurlijk. Die zijn natuurlijk heel beperkt die nog eventueel weg zouden gaan. Ik bedoel, 99% weet wel dat hij hier blijft. Mm. En het gaat natuurlijk om de spelers die we allemaal weten. En, maar ik moet zeggen dat ik daarin gewoon heel, heel professioneel gedrag zie. En daarin ja, zie ik geen noodzaak om daar echt iets mee te doen. Omdat het gewoon, dat verloopt goed. Dat gedrag is goed. Die houding is goed. En ja, dat is nog een paar dagen volhouden. En hoe werkt het dan door in de voorbereiding van deze dagen? Wat weeg je af bij het opstellen van je team?
Nou ja, ik kijk gewoon door naar de wedstrijd en met de spelers die PSV'er zijn. En daar plan ik op. En als daar iets in verandert, dan pas ik het aan. Ja. Hoe ben je uit die wedstrijd gekomen tegen Excelsior? Goed, vooral de groep, fit gebleven, goede overwinning gehaald, goede reactie getoond. En nu gaat de focus op morgen op Volendam. Nou, de eerste wedstrijden die je hebt mogen hebben, zijn tegen tegenstanders die op papier minder zijn. Hè. Zelfs een aantal die uit de keukenkampioendivisie komen. Dat zie je ook terug in het maken van doelpunten. Is dat een voordeel voor jou of hoe zie je dat? Nou, je moet het altijd nog doen. Ik bedoel, natuurlijk wordt er verwacht bepaald affiche dat wij spelen, dat we moeten winnen. Nou, dat is duidelijk in de rol waarin wij zitten. Maar ja, dat dat dan met zulke uitslagen is, is niet altijd vanzelfsprekend. Dus dan vind ik dat we dat goed doen. Ja, jij weet hoe het is om tegen Volendam te spelen. Ze zijn 13 jaar niet in de Eredivisie geweest. Wat gaan wij zien van hen en hoe speel je daarop in? Nou, je weet ploegen dat Volendam traditioneel een bepaald spel wil spelen. Voetbal vanuit 4-3-3. Verzorgd voetballen, passing, opbouw. Creatieve spelers, voetballende spelers, ook achterin. Nou, Wim Jonk is ook een trainer die dat voetbal graag wil spelen en speelt. Ook vorig jaar in de keukenkampioendivisie. We hebben er ook 2 keer tegen gestaan met Jong PSV. Dus dat verwacht ik morgen. En voor ons is het morgen gewoon belangrijk dat we 3 punten winnen. Daar gaan we voor. Zo is dat. Dank je. Succes.